Burgemeester Veldman, dit is uw laatste werkdag en dat is wat een burgemeester op zijn laatste werkdag doet, koffie rondbrengen? Ja, het was vandaag een heel bijzondere dag. Ik heb samen met Wilma zijn we het hele gemeentehuis door geweest om alle medewerkers te trakteren op fly. Ja. Dus dat vond ze heel leuk. En ze wisten het niet, want ik zag dat ze verrast waren. Ja, dat was heel verrassend. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet vaak. Meestal doen ze wat voor mij en we hebben nu met z'n tweeën wat teruggedaan aan alle medewerkers. Dus we hebben ze allemaal getrakteerd. Ja, dan komt ze juist uit de kelder. Ja. En dan was je nooit geweest. Nee, dat was heel leuk. Ik zeg net tegen Theo, het is één ruimte in het gemeentehuis, daar ben ik mijn hele leven nog nooit geweest, dat is de kelder. Dus we zijn even in de kelder eens kijken. Komt dat nooit geen interesse gehad? Nee, maar daar heb je niks te zoeken. Dat is alleen maar een opslag, dus daar kwam ik verder ook nooit. Maar ik dacht ook dat die veel groter zou zijn, maar die is maar heel klein eigenlijk, ja. Dat is toch wel mooi, 18 jaar duurt ja, dat in de kelder. Ja, zo zie je maar. Het gemeentehuis blijft verrassingen houden wat dat betreft. Dat, ja, leuk. En de rest wordt blijft ook een verrassende dag. Ja, vanmiddag zijn we uitgenodigd om hier te komen met het personeel. Dan neemt het personeel afscheid van ons. Dus we zijn heel benieuwd. Ja, ja, en leuk. Morgen? En morgen uiteraard ook. Hè. Morgen het officiële afscheid in de ruchten. En dan vanaf 5:30 voor iedereen die wil komen uit zomer. Dus lijkt ons erg leuk. Spannende dagen of bent u redelijk ontspannen eronder? Nou, redelijk ontspannen. Kijk, het is afscheid en afscheid is natuurlijk leuk in de zin van je hoeft dan misschien niet meer te werken, maar afscheid is ook niet leuk omdat ik dadelijk mijn collega's wel ga missen. Want ik bedoel, ik heb hier toch 18 jaar gewerkt en altijd heel nauw met een aantal collega's, een wat meer als de ander natuurlijk. En die contacten ben je in één keer kwijt en dat zal ik wel missen, ja. Maar goed, dat overkomt iedereen een keer en dan komt wel wat in de plaats terug natuurlijk, ja. Ik wens u een mooie twee dagen. Ja, dankjewel.